We gaan een showroom maken en producten verkopen om geld te verdienen. Dit zei minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken vandaag tijdens de ceremonie in verband met het 40-jarig bestaan van het directoraat Openbaar Groen. Het directoraat bestond op 1 mei 40 jaar, maar vanwege het lockdownweekend kon de ceremonie niet eerder worden gehouden. Hij geeft aan dat er nieuw beleid zou komen voor het directoraat, waarbij innovatie de boventoon zal voeren. Want dit directoraat, heb ik gezegd, we gaan er iets moois van maken, veelbelovend. Er is veel werk, er is veel innovatie. Wat u hier ziet, is wat Openbaar Groen doet. En ik heb gezegd, die cabines daar moeten als een showroom worden. Die cabines staan leeg, maar de minister moet opdracht komen geven. Ja. We gaan showroom maken, producten verkopen, geld verdienen. Dat heb ik gezegd, laten we kijken waar we geld kunnen verdienen. Dus we moeten innovaties introduceren. Ik wil nieuw beleid zien. Nieuwe ideeën, nieuwe planten. Dat heb ik gezegd. Startproject is gegeven bij mijn ministerie, Latschmanstraat. Ik begeleid zelf. Elke dag vraag meneer Bonin. Zit ik te appen, wekken plantjes. Ik saai ook thuis, we zijn experimenten bezig. De minister moet het doen. Maar de beoordeling laat ik voor jullie. President Chandrika Prasad Santokhi gaf aan dat het directoraat Openbaar Groen met haar 40ste jaardag een nieuw leven ingaat. Deze mijlpaal moet in het licht staan van verdere groei en ontwikkeling. Het directoraat heeft in de afgelopen periode haar bestaansrecht bewezen. Maar die 40 jaar laat ons ook zien de dynamiek en de veranderingen die plaats gaat hebben van het directoraat, van de positionering van de verschillende ministeries, door naamswijziging, door aanpassing van organisatiestructuur, aanpassing van taken en verantwoordelijkheden. En dat geeft ook aan dat het een veel bewogen, dynamische periode is geweest afgelopen 40 jaar. Dat was president Chandrika Prasad Santokhi. Bij deze gelegenheid zijn diverse personen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd bij het directoraat gehuldigd voor hun inspanning.